Oost-Vlaamse zeelen doet een vliegend stipje aan de lucht ons opkijken. Geen vallende ster, maar een drone trekt de aandacht. De dronevlucht is onderdeel van een onderzoek vanuit het proefcentrum voor sierteelt PCS dat loopt bij Green Traders. Een Europese totaalleverancier voor groenprojecten met een eigen boomkwekerij met laan, park en sierbomen. De remote sensing techniek met de drone kunnen we eigenlijk vanuit de lucht mogelijk vaststellingen doen die we van op de grond niet kunnen zien. Welke vaststellingen? We kunnen kijken of dat er bijvoorbeeld een droogtestress is, of dat er een tekort is aan middelen, of dat er ziektes zijn. En door die vaststellingen vanuit de lucht kunnen we dan kijken om pleksgewijs een behandeling te doen van gewasbeschermingsmiddelen of bemestingen, waardoor dat we het gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsgebruik ook kunnen reduceren tot wat het effectief nodig is voor de plant. Droogtestress, bodemtoestand en ziektes worden met multispectrale sensoren en thermische sensoren die onder de drone worden gemonteerd in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de multispectrale sensor capteert visuele banden, niet-visuele banden waaruit indexkaarten kunnen gegenereerd worden. En die indexkaarten die kunnen ons vertellen de gewastoestand en de gezondheid van het gewas. Daarnaast kunnen ook 3D-puntenwolken gemaakt worden uit die visuele beelden, waaruit boomhoogte en ook de boomdiameters ook kunnen bepaald worden. Daar worden dan totale overzichtskaarten van gemaakt, maar we kunnen ook naar een individuele plant of boom gaan om daar een taakkaart aan te koppelen, om dan de boom specifiek te gaan behandelen met gewasbestrijdingsmiddelen enzovoort. Vorige vluchten met de dronebeelden hebben we eigenlijk een inventarismap gemaakt. Wat houdt dat in? Wij hebben eigenlijk de grond kunnen verwijderen, zodat we eigenlijk enkel de bomen apart zien als spots. Dus als we toekomstig met dronebeelden hierover gaan, kunnen we eigenlijk heel makkelijk, als we voor witziekte of droogte, eigenlijk de schade van elke boom apart meten en heel snel kunnen zien op elk niveau apart. Het is ook handig om bepaalde kwaliteit van sommige bomen in kaart te brengen. Daarnaast zien we ook dat drone-technieken meer en meer in de boomkwekerij en andere teelten worden gebruikt om op deze manier dingen dat je niet direct ziet door het wandelen eigenlijk kunt opvangen. PCS doet binnen het Interreg-project Smart Growers onderzoek naar automatisatie, robotisatie en ICT-toepassingen binnen de sierteelt. Met nieuwe technieken willen ze toewerken naar efficiënte en duurzame irrigatie en onkruidbestrijding bij volle grondteelten. Dit onderzoek is mogelijk dankzij de steun van provincie Oost-Vlaanderen, Europa en Vlaio. Bij alle teelten is het noodzakelijk om met een minimum aan grondstoffen te kunnen telen. Dat is enerzijds goed voor het milieu en anderzijds bespaart dat ook kosten op het bedrijf. We hebben hier in de grensregio Vlaanderen-Nederland een project lopen, Smart Growers, waarbij we telers gaan tonen hoe ze met een minimale inzet aan grondstoffen kunnen telen en hoe ze technologie, innovatieve technieken kunnen gebruiken om grondstoffen te besparen. In het Smart Growers project tonen we telers hoe dat ze enerzijds in de laanbomenteelt kunnen water besparen door heel gericht te gaan irrigeren, hoe ze kunnen minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten door net heel gericht onkruidbestrijding toe te passen bijvoorbeeld, en hoe ze kunnen kwaliteit van de bomen of droogtestress gaan monitoren met drones. De eerste pijler is het eigenlijk omgaan met informatiebronnen, zodat je eigenlijk conclusies kunt maken die je normaal niet ziet. Bijvoorbeeld hier met de dronebeelden. Het tweede is precisielandbouw. Dit principe is eigenlijk dat je efficiënter met middelen omgaat, dus eigenlijk beter met je water beter omgaat, waardoor dat alleen maar belangrijker wordt, maar ook gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het derde principe is automatisering en robotica. Want wat ook belangrijk is, is dat de teler zich kan bezighouden met de teelt zelf en uren kan winnen eigenlijk met dit automatiseren.
PCS doet niet alleen onderzoek bij sierstelers zelf. Ze leggen ook proeven aan op hun eigen onderzoekssite te Destelbergen. Hier achter ons ligt een proef waar dat we heel gericht gaan irrigeren. Waarbij dat we de irrigatie zodanig sturen dat er met een minimum water net daar waar het nodig is en op momenten dat het nodig is, water gegeven wordt. En daarmee kunnen we enorm veel water besparen ten opzichte van een normale toediening van water. En dat is belangrijk, zeker nu dat water enorm schaars is geworden in de droge jaren die dat we kennen. En waar dat we met z'n allen zuinig moeten omspringen met water. En door die gerichte irrigatie kunnen we met een minimum aan water toch heel kwaliteitsvolle bomen telen. Dus het automatische irrigatiesysteem gaat als volgt te werk. Eerst moeten we eigenlijk kijken wat er op het veld gebeurt. Dat doen we aan de hand van sensoren. We hebben sensoren boven en we hebben sensoren beneden. De sensoren boven die kijken dus naar de neerslag, de temperatuur, de zon, ook naar de lichtdruk en naar eigenlijk de vochtigheid. De sensoren onder de grond zijn verspreid eigenlijk over het veld en die kijken naar de vochtigheid, de grondvochtigheid en de grondtemperatuur. Dan wordt eigenlijk al die data verzameld om dan eigenlijk verstuurd te worden naar de cloud. Hierdoor is die data overal raadpleegbaar en laten we er ook een getraind beslissingssysteem op los om eigenlijk een watergift voor de volgende dag te berekenen die ideaal is voor deze boom. Deze berekening wordt om middernacht gedaan. Om 4 uur 's nachts wordt dat eigenlijk in ons irrigatiesysteem gedaan om dan om de rest van de dag via druppelirrigatie dat het meest efficiënt werkt eigenlijk vrij te geven aan onze bomen. Dus druppelirrigatie is sowieso al een efficiënt systeem om je waterverbruik te verminderen. En het te koppelen aan eigenlijk ons beslissingssysteem gaat je waterverbruik enkel nog meer verminderen. Door steeds strengere regelgeving enerzijds, maar ook door de verwachtingen van de maatschappij anderzijds, zien we dat er steeds nood is om met minder gewasbeschermingsmiddelen toch te proberen uw gewas te beschermen. En daar willen we door minder actieve stof toe te passen toch dezelfde resultaten bekomen. Door innovatieve technieken kunnen we zeer gericht gaan onkruid bestrijden door bijna per plantje een bestrijding te gaan doen in een groot veld. En daardoor besparen we enorm veel actieve stof per hectare teelt uit. En op die manier is dat ook weer goed voor het milieu en kostenbesparend. Het project werden verschillende alternatieve technieken uitgetest tegen onkruid op basis van acciteit, op basis van hete lucht. Maar ook testen we hier de LVS-lans uit. Wat is het verschil tussen een LVS-lans en een traditionele lans? Een LVS-lans maakt gebruik van een strooischijf en wordt niet met druk gebruikt, waardoor dat je eigenlijk een mooie uniforme druppel krijgt die iets dikker is, die beter op het onkruid blijft steken. Dat wil eigenlijk zeggen dat je minder vervuiling hebt naar het milieu toe. Ook verbruikt veel minder water, wat eigenlijk altijd maar belangrijker wordt, want water wordt altijd maar een schaarser goed. Boomkwekerij De Vlieger of Green Traders vinden het belangrijk om de problematiek die zich stelt in de droogte en dergelijke, ja, toch wel ervoor te zorgen dat het product weerbaar is. Naar de samenleving toe, het klimaat toe, is het belangrijk dat we innoveren in nieuwere technieken en dat we openstaan voor, voor te zorgen dat die ontwikkelingen zich kunnen verder ontwikkelen of dat zelfs het PCS daar toegang tot heeft om bij professionele bedrijven ook ontwikkelingen te testen. Sierstelers die meer informatie wensen over de nieuwe technieken die aan bod kwamen, kunnen terecht bij het PCS.